Die bij mij, waar die ene, waar we die net killen, die kwam hier uit rechts uit het kamertje. Wow! Bij een doorgang, een klein... Level 320 eieren. Ja, dat is van die beest daar. Dus die komt gelijk, hè. Die zou zo tegen gaan willen. Deze ja, is niet normaal. Hé, hey, maar even serieus. Kan ik hem pakken of niet? Yo, 320 ei. Go. Dit... Oh, achter me, achter me. Ik word aangevallen. Yo, yo, hou je back. Nee, echt. Ik heb hem al, ik heb hem al. Level 50. Al weten. Yo, Alpha. Opeens. Ja, ik wil hem wel pakken, maar... Wat zal die droppen? Meestal droppen Alpha dingen wel iets speciaals. Misschien krijgen we wel een trofee, hè? Level 180. Hij is 180, oh. Easy. Easy, gaan we er gewoon voor. Ja, wacht, heb mijn uithoudingsvermogen. Ik heb al 130. Die is niet zo heel erg, volgens mij is het schuur, toch? Ook die, ho. Dan moet jij wacht even, denk ik. Ja, ik zeg even die uithoudingsvermogen, ho. Wie gaat hem lokken? Ja, maar gaan we hem lokken? Okay. Gaan we niet gewoon voor? Yo, hij gaat er al voor! Yo. Ja, maar dat is gewoon een gangster, dat is gewoon een gangster, ik zweer het. Ik ben echt gangster, ben benieuwd, nee, maar dit is Alpha, deze is echt veel damage. Ja, ik ben echt bang voor. Nee, kom aan de drie! Yo, we gaan alle drie tegelijk! Hij is er, hij is er, hij is er! Wow! Ik weet niet wat er gebeurt! Oh, hij doet wel gekke dingen, hoor. Ik kan hem niet raken. 10.000 damage doen. Hij nog lang niet dood, joh. Nee, maar deze, als het echt een alpha is, dan duurt het echt lang, hè. Maar hij doet maar 400 damage. Hij gaat niet, hij is bloed. Ja, ja, ik ben zo dichtbij. Oh, ik gaf hem nog even één klapje op zijn koppie. Kom maar hier naar mij. Hoppa. Ja, ik heb hem. Lekker. Oh, lekker. Yo, we hebben een halfgoed skin. We hebben een speciale skin hebben. Wow. Koude ziek. Nou, even kijken. Oh, dit is gewoon, als jij zeg ik nu gewoon gelijk door. Wat is ja, dit? Zo, zo. Met deze skin kun je uiterlijk van je handschoenen aanpassen. Biedt gevaarlijke uiterlijk. Die kan je niet altijd krijgen, die toch? Ja, die krijg je altijd als je doodgaat. Ja, dat is wel. Maar waar gaan eigenlijk nooit dood? Ik dat is het probleem. Maar lagen de eieren, anders heeft het echt geen zin om naar binnen te gaan. Ja, maar weet je ook kijken. Oh, wacht, uithoudingsvermogen. Maar weet je wat... Dat plekje... ja, ik zie wel een nest. Ja, we kunnen eerst even die killen daar, of niet? Hij is dan ja, toch die moeten sowieso even doden. Kom. Laat mij deze eieren niet pakken. Level 200 is links is er ook, links ook weer een nest. Misschien is het 23 wel. Best wel hoog level, denk ik. Nou ja, zo bijna neer, joh. Zie je. Maar waarom bijt ik hem nou weer dood? Ik ga het nest links kijken. Ik pak oh dit ja, uit. Ik was al met je mee. Dat is een groene. Groen. Ik denk dat die 200 levels? Is, heb ik zo gevoeld. Welke levels? Level 40. Waarom? Die ik heb is... Level 100. Een blauw ei. Oké, okay, dat is echt lekker. Dat is goed. Ja, die had Melvin toch nodig? Oh, dat is die blitz. Die had ik nog nodig, toch? Ja. Jij hebt een 110 daarvan, volgens mij. En ik heb een 40 van die potion. Die had ik nog niet. Nee, die had jij nog niet, nee. Oké, okay, we gaan er gewoon door, denk ik. Maar er is wel maar eentje... Oh nee, twee zijn er al. Hier is ook een nest hier. Een blauwe weer. Best pak wel maar. Er komt wel een draak op jullie af. Kijk uit, kijk uit. Oh nee, dat ga ik nog niet aanvallen. Ja. Dat ga ik nog niet pakken. Ik ga pakken. Ja, maar ik bedoel het eitje nog niet, of wel? Ik heb hem. Ja, ik ga het eitje pakken. Level 50. Ik ga door. Of niet, nee, 40. Level 40. Dat was 50 gewicht. Ik ga door, kom. Nou, ik had ook 40. Ik ga nu dat plekje weer heen waar we net ook waren met die Ja, ik zit achter geluksvogel. Ja, dit is echt een geluksvogel, ik zweer het je. Maar ik weet niet of daar ook weer, want dat is wel heel snel dat we daar weer terugkomen nu, hoor. Nou, vorige keer waren dat best wel snel wat. Nou, ik zie hier niks. Oh ja, ik zie wel weer wervens. Maar de vraag is of er wiffens zijn of er ook gelijk eieren zijn, hè? Ja. Er zijn heel veel wiffens, kan ik je vertellen. Ja, maar zijn ook die nesten er, of niet? Want als er geen nesten zijn, dan doen we het echt voor niks. Oh, ze komen al. We hebben natuurlijk die eieren. Ah, ah.
Ik ben denk ik bijna helemaal slaperig. Ik moest aan boven. Oh ja, ik ook. Ik denk dat gebeurt door die elektriciteit. Door die elektriciteit, ja. Hij komt heen, hij komt! Oh, ik heb weer gejuiced. Die niet zo erg, die vuur vind ik echt niet. Nee, Jukes kou nog goed de laatste tijd. De laatste tijd niet twee keer. Hé, ik sta aan de fik, joh. Zag je dat? Er komt nog geen denk ik. Er komt een slang, kijk uit. Er komt ook nog een Riffin. Weer een elektrische. Maar die is wel vet, nou, met die kleuren. Die is wel vet met die kleuren, joh. Kun jij hem aanvallen, denk je, of niet? Ja, denk het wel, man. Wij zijn echt... Mijn ding is bijna helemaal vol. Er komen er nog drie! Oh, en ook achter mij. Hij maakt me slaperig. Ja, maar ik ben al slaperig. Nou, dit ga ik denk niet overleven. Ik moet hem aanvallen, ja, help je. Als ik dat niet doe, dan... Pak ik... Ik ben hier bij mijn vuur, Geert. Ja, dood. Het is wel een hoog level hoor, waar ik hier tegen ben. Ja, ik ben neer. Nee, waar? Je stierf. Ik ben gewoon dood. Ja, oh, maar jouw tasje ligt wel nog boven. Maar jouw vogel heb ik. Fluit, volg, 1. In mijn tasje zit dat ei. Jouw tasje, die zit hier boven gewoon, hè? Die zweeft hier. Oh, maar die kan je niet pakken. Nooit. Welk level was jouw ei? Hij was maar een laag level trouwens, volgens mij. 40 was die. Ja. Vrouw, kom even terug naar de, ja, naar, even ik naar de plekje. Mijn ding is ook slaperig, dus... Maar ja, maar leeft sowieso... nog, toch? Ja, die heb ik mee. Vrouw, zie je... kan je kijken of die achter me afvliegt? Nee, ik weet niet waar je bent. Ja, het ging zo snel, want we gingen weg en één keer kwamen ze, joh. Ja, maar hij ontploft in één keer. Ja. Maar deze was ook raar, dit was een goede en hij ontploft ook heel hard in één keer. Ik heb nog een klein stukje van die sterretjes en dan is het slaperig. Maar moet je even kijken of je een bed neer kan zetten? Ja, we moeten even kijken hoe we het moet maken. Vrouw, pak jij die plaats drop anders daar? Er zit toch gekke vloed omheen? Waar? Achter je, oh daar. Maar zit hier waarschijnlijk allemaal van nu. Ik was even in Varel's bed als ik heb gespand. De oude huisje. Mewis? Oh. Nou, Mewis zit lekker op het vuur. Wow, Mewis is ook bijna dood, hè? Ja, we waren allebei bijna neer. Mewis is echt een minischeepje. Ik kan ook gewoon een slaapzakje neerleggen, hoor. Dat is heel klein. Want dan kan ik gewoon gelijk naar jullie toe komen. Ja, even kijken wat je moet maken. Een riet en vezel, volgens mij. Oh, dat zit wel ergens in, denk ik, niet die dingen. Die vogels. Leer. Nou, ik heb net wel alles gedropt. Nou, maar we hebben net weer een paar gekillt, of in ieder geval in mijn ding. Ja, ga slapen. Ja. Joh. Wat de? Ja, maar hier is een notkistje. Ja, ben normaal lekker. Yo, Tristan. Slaap lekker, jongen. Slaap lekker. Sweet Caroline. Een level 100. Ei. Van een bedje neergezet. Blitz. Allebei, Melvin, wij hebben allebei een level 100. Ik dacht dat die van mij level 110 was. Ja, dat is die andere dan. Die poison of zoiets. Die is level 110. Die toch? Vuur is level 110. Of vuur, ja. Die heb je ook. Oh, die poison die had ik, level 100. Maar ik zeg eerlijk, ik wil eigenlijk nu wel terug naar huis. En dat er misschien dan gewoon weer terug zonder bed, maar... hè? Ja, ik heb het dichtgezet. Ja, laten we die eieren gewoon even echt veilig stellen. En mijn ding is ook bijna neer. En dat duurt echt zo lang voordat hij weer hoog level is. Of dat hij weer maar vol is. Ik heb bij al mijn 4 eieren. Melvin, heb jij een 320 Riffin? Ik zie geen bedje. 300... Is de slaapzak wel alleen maar voor persoon dan? Ja, dat was het. Ja, mijn dag al. Oh, ik dacht dat iedereen dan in slaap zat. Maar als een eenvoudig bed, dan moet je toch veel voor hebben, joh. Ik heb het niet eens vrijgespeeld, volgens mij. Oh, ik van level 220, level 50 en level 100.
Dan heb ik een level 110. Oh, sorry. Ik wist het niet, 30. Joh. Ja, hey, ik heb fucking veel wyvern melk. Nee, joh. Ja. Die komt waarschijnlijk uit die alfa. Dat oh, meen je niet. Kill, dat je hem wel maar krijgt. Heb je echt heel veel dat we een beetje kunnen delen, of niet? Ik weet niet, niet heel veel, maar... Ja, maar dan gaan we sowieso ook het niet veel, we gaan het sowieso verdelen. Ja. Dat gaan we echt sowieso door de helft doen. Nou, dat weet ik niet, hoor. Yo! Ja, ik was degene die als eerste ging, joh. Het punt dat jij die ding had. Ik ging echt hard, jongen. Ja, Mel was echt die hardkill, gewoon. Ja, daarom is mijn ding ook nu bijna dood, denk ik. Gedaan, dat wel, hè. Dat wel. Ja, joh, het gaat weer, omdat je de hoogste gevolgen hebt. Ja, tuurlijk, maar dat is ook gewoon zo. Maar mijn vogel was al half held, hè, toen we begonnen, hè. Want ik had hem elke keer omhoog gedaan met... Ik heb ook lekker veel organisch polymeer gekregen. Ik weet dan niet hoe ik dat heb gekregen, maar ik heb... Oh, door die mantis, lekker. Ja, mantis. Yes. Oh ja, daar krijg ik ook veel van. Ik heb echt... 100... Is het nog eigenlijk nog sneller? Nog sneller dan een pinguïn, joh. Nou, 10 keer sneller. Weet je wat we eigenlijk wel moeten doen misschien even, voordat we naar huis gaan? 15, misschien is een ideetje 15, misschien? 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, melk. Oké, okay. Ja, dat is veel. Deel eens even. Maar, ja. Maar ik weet niet of dat echt veel is, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik weet niet hoe dat werkt. Misschien, ik denk dat je het beste bij je hoogste level kunt. Maar voordat we naar huis gaan, we zijn nu toch in de buurt. Dat we eventjes naar de Highlands gaan. En dat we even een paar schaapjes killen. Voor vlees, voor muttervlees. Dat is echt om de hoek. Moeten we dat Nou, als je vlees moet geven aan je beest. Op een gegeven moment straks. Nee, maar kijk, die eet toch helemaal geen vlees, die wyverns? Nee, ze eten bij ons geen vlees. Alleen melk eten ze. In het begin, omdat het nog zulke moeilijke beestjes zijn. Oh, teringbeesten, kan links, kan rechtsom, gewoon teringbeesten. Ja, ik heb wel allemaal gekke... Een beltje heb ik, een scherpe metalen bel. Een dagloner metalen bel. Ja, ik heb geluk dat hij precies het laatste hapje had. Ja. Ja, maar ik had hem daarvoor ook best wel een paar keer gegeten, dat moet ik wel even... Ja, maar jou is gewoon hoop dat je gewoon meer damage doet, joh, man. We hebben echt voor me allemaal net zo vaak gegeten, joh. Ja, maar ik wil gewoon zeggen dat ik niet alleen het laatste... Maar daarom zeggen we alleen, je hebt gewoon geluk dat je die laatste had. Ja, dat wel. Trouwens, maar ik heb ook maar half leven denk ik bij Dino, hè. Ik was ook geraakt. Ja, mij is ook nog aardig. Kijk, in verhouding is er nog echt best wel veel levens bij mij ook weggegaan, hè. Bij mij is er... 40.000 levens weg, hè? Maar heb je... zijn die eieren al verdeeld hier of niet? Ja. Ik weet niet of vooral, want ik heb mijn eigen eieren. Jenen. Ik heb ze nog niet bij me, die eieren. Prima. Ik weet wel welke wie wat krijgt. Ik heb die eieren. Ja, jullie hadden alleen moesten dat verdelen. Je hebt wel eieren. Ik wou net zeggen. Ja. Weet je wat je ook heel veel krijgt van die mantis? Chitine. Ik heb 250. Ja, je moet die mantis, daar krijg je echt veel van. Maar die mantis zijn niet overal te vinden. Ik heb een zwaard uit die drop gekregen. Hé, maar misschien... Als die... Bliksem Wyvern, ik kan echt wat chill zijn misschien. Kan je gewoon een tierentje zo bewusteloos maken misschien alleen. Hij had weer vuurspuren of niet? Oh, ik hoorde echt een raar geluid, joh. Hoor dan. Nou, had rommel. Ik net ook toen ik Heet aan het rommelen is het? Nee, ik hoor het niet. Aan het borrelen. Ja, mijn linker oor hoort dat. Ja, echt hè. En mijn rechter oor heb hij op, want ik heb pijn in mijn oor gezeten. Ja, maar het is best wel kut dat we dit zo laat nog hebben gedaan, want nu kunnen we niks meer ermee doen. Ja, die eieren. En misschien zijn ze morgen helemaal kloten, die eieren. Waarom? Ja, dat maar weet ik, dus ik kan ze sowieso wel bewaren met koel slaan, kan ik wel. Waren die mantis zo makkelijk te killen, kijk of niet? Nou, ik zou het niet proberen. Ik zou het echt niet proberen. Want ik was vorige toen echt... Ja, maar ik moet wel even een beestje killen, want ik heb geen vlees. Ben ik net achtergekomen. Ik heb alles gedropt, maar nu heeft hij helemaal geen vlees om te eten. Oh, kut, sorry. Dat heb ik ook. Ja. Ja, ik heb echt toch nu heel veel. Dom, hè? Maar daar komen we straks bij het groene, dan kunnen we daar wel eventjes gewoon een beestje killen. Even kijken of hier bij het groene even... Hey, als vrouw die gaat, nou ik vind dat een leuk klus voor vrouw. Of alle dino's uit laten komen. Ja, misschien wel, want als ik dan toch bezig ben.
En sowieso wil ik er misschien wel eentje van jou uit laten komen, want die hebt het ook voor mij gedaan. Ja, jij mag maar. Maar ijswerfer mag je wel doen. Ik ben wel benieuwd, sowieso. Ik wil hem zelf. Ik ben echt benieuwd naar die 310, joh. Ja, jij echt, dat heb je wel echt, dat is echt chill. Ja. Ja, als jij dat wil doen, die ijswerfer. Maar die andere wil ik dan zelf zien, kijk hoe ze er opgroeien. Mm-hmm. Oké, ik heb vlees. Oh ja, ik moet ook even. Hier is namelijk een kleine beestje. Ja. Die glamidia weer. Zo'n glamidia. Maar oh, die is niet van vrouw, 94 vlees. De 406 van vrouw is ook niet normaal, hoor. Papagaai nog steeds. Ja, ja. Ja, ik denk dat mijn papagaai nu beter is dan al die wiffers die we nu hebben. Yo, maar sowieso. Niet van melding. Nee, maar ik wilde morgen, als we allemaal konden, wilde ik eigenlijk ook even een dino temmen. Een beetje een kleine. Net bijvoorbeeld de frel of een raptor, weet je, of zoiets. Of een beer of zo. Zodat we misschien even ergens een cave in kunnen. Dat we even kunnen kijken voor een artefact een keer. Want dat moet je ook langzaamaan een beetje... Ja, maar ik weet waar een artefact is. Die is bij mij beest heel vlakbij. Ja, maar je kan ze niet alle drie tegelijk pakken. Dus als jij die gewoon zelf kan pakken, heel makkelijk. Moet je gewoon pakken vast. Ik weet niet precies, maar het is in één zo'n hele hoge berg, gewoon zo'nzelfde kleur berg voor mij. En dan kan je, het is een klein watertje op die berg. En dan kan je helemaal naar beneden. En dan is een groene artefact. Oké. Okay. Ja, klopt. Dat is zo'n, ja, zo'n platformpje. Dan kan je helemaal naar beneden in het water. Doe kan, je, of niet? Nou, ik weet niet. Was het in het water, of niet? Nou, het is helemaal beneden in het water. Het is gewoon eigenlijk een... steile ding en dan ja steile ding gaat, het is zo'n ronde toren eigenlijk, soort van de rots, en daarin moet je helemaal diep naar beneden, recht naar beneden, maar voor mij zit die daar niet meer, omdat toen was die map was nog maar half, toen hebben ze gewoon overal random van die dingen geplaatst en later hebben ze die weggedaan omdat de map helemaal uitgebreid is, ja, maar helemaal onderin bij dat nieuwe gedeelte, dan dat is zeg maar de woestijn, daar zit een hele gekke gekke cave, joh. Met allemaal raadseltjes en puzzeltjes en zo. Dat is echt vet. Dat is Melf goed in. Ik vind Melf ook leuk om eens eentje te doen altijd. Weet je nog wel spelletje vooral? Ja, ja. Raadsels en puzzeltjes. Dat vind ik daarom. En zeker als we eigenlijk Ark willen gaan spelen. Ja, maar ik moest hem echt afmaken. Ik heb hem nog steeds niet af. Dat is wel lekker nu. Dat voelt echt kloten dat ik hem nog steeds niet af heb. Ja, maar wij hoeven nu lekker niet meer altijd aan jouw broek te hangen. Oh, hier bij dit, ja. En dan nog krijg je elke keer appies, hè? Waar blijf je? Kom je nog? Ja, maar dat is gewoon gezellig. Dat is gewoon gezellig leuk. Nou, maar eerlijk, als je met z'n drieën leuker dan met... Ik weet niet. Maar hadden jullie met z'n tweeën hier die cave in gegaan nu of niet? Of hadden jullie echt gewacht op mij? Nee, ja, ik denk dat we alleen ijswevers zouden vangen, denk ik. Ja, daar hadden we alleen ijswevers gedaan, ja. Ja, en misschien wel andere dino's of zo, of T-Rex of zo, maar... dit is voor de allereerste keer gaan we hier kijken. Jij kent het al een beetje, ja. Ik en sowieso, ik had hier nooit in mijn eentje ingegaan, want ik heb hier nog nooit... Heb überhaupt zo'n ding gezien. Ja, ik ben ook nooit geweest. Daarvoor. Ik ook niet. Ik heb ook nog nooit gezien, hoor. Ja, maar... Jullie hebben wel iets meer verstand over die cave en zo dan ik. Ik heb alleen die filmpjes gezien. Ja, dat wel, maar... Die filmpjes die zeggen zoveel. Ja. Ja, dat ook. Het is nu dat ik melk heb uit die alpha dingen, maar uit mensen in de filmpjes zeiden ja, van vrouwtjes... Ja, ik altijd. Heb heel veel melk, maar... Oh, ik ben echt mogol. Ik heb mijn gist ei opgegeten. Oh my god. Nee, dat meen je niet. Ik had hem op pijltje naar onder. En ik druk pijltje onder en ik eet hem op. Oh my god. Nou, die was wel nog 30 maart, toch? Oh my god. Dan ja, nog. Smaakt het wel lekker, of... Een beetje giftig smaak, een beetje chemisch. Ja, godverdomme. Zo'n nasmaakje. Ik ben echt lompe lul, hè. Ik hoop dat je kindje goed smaakte. Maar... die moeder vermoord voor niks nou, hè.